Breda Nu. Je weet het meteen. Kunstenaars en ontwerpers opgelet. Na ruim een jaar opent Elektron weer 6 dagen per week de deuren voor makers en publiek. Met projectruimtes, galerijen en een cafeetje is er voor ieder wel wat wils. Vandaag is de grand opening. We openen galerie, café Motmot. Daar staan we nu ook. Dit is een galerie / café ontmoetingsruimte. Boven, dus op de eerste verdieping, via een trap hier toegankelijk, hebben we meer een traditionele White Cube expositieruimte. Maar ook hier hangt allemaal kunst. We openen ook de nieuwe makershal. Dus hier zie je de kunstenaar aan het werk. Er zijn vandaag ook mensen uit het pand aan het werk. Nou, goedemiddag, wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn hier aan het foempen. We zijn poppetjes aan het maken met kinderen. En waarom dat we doen is omdat we een crowdfundingsactie zijn begonnen voor een boek. We zijn een boek aan het maken omdat het blijkt dat het poppetje enorm inspireert en dat kinderen het willen thuis doen. Dus zijn we eens een keer een boek aan het maken dat ze thuis kunnen doen. En nu loopt dan de crowdfunding van het boek. En tot 30 mei kan iedereen crowdfunden. En het boek van tevoren kopen, zodat het er dan kan zijn. Wat is er te zien op de VR-bril? Op de VR-bril hier ga je een gedicht ervaren. Wat geschreven is in samenwerking met Micha Hamel. En het gaat over de verleiding van het medium virtual reality. Dus je wordt eigenlijk... De installatie probeert jou te verleiden om in de virtuele wereld te komen. Maar uiteindelijk blijken het wel allemaal pixels te zijn nog steeds. Dus het gaat een beetje over dat gevaar, dat snijvlak. Ik wil een hypnose of zo. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja, ik zit helemaal in trance. Het is heel apart, ja. Allemaal kleurtjes en zo. We hebben fantastisch mooie groene wijken, we hebben oude wijken, nieuwe wijken. We hebben van alles, maar als het gaat over waar is het een beetje spannend. Waar kan creativiteit, ondernemerschap, cultureel podiumkunst, waar kunnen die elkaar ontmoeten, dan is dat wel hier. Ik vind het heel erg belangrijk dat er plekken zijn waar creatieve makers, kunstenaars een goed atelier hebben, maar ook kunnen laten zien wat ze maken en hoe ontwikkelingen gaan. Niet alleen het eindproduct, zeg maar in beeld komt, maar ook het proces van hoe je van niets tot iets komt, dat je dat echt kan laten zien aan mensen in een hele inspirerende omgeving waar heel veel makers bij elkaar komen. Ja, dat vind ik echt ontzettend belangrijk. Breda Nu. Je weet het meteen.